iedereen. Ik ga met deze auto zo meteen vertrekken naar Portugal. Dat is de Ineos Grenadier. Echt een heavy utility off-road vehicle. Nee, ik mag die testen. Ik ga er een review over maken. Ik ga hem meteen testen voor de heel lange termijn. Dus 2000 km vertrek vandaag. Het is zondag. Ons huis in Portugal om wat dingen daar nog af te leveren voordat de verhuur begint van ons huis. Een heel goede test voor deze wagen. Wat een beest. Dubbele cabine. En hier van achter de laadbak. En ik ga de fiets meepakken. En ik hoop dat ik alles meekrijg. Van binnen is het hem echt heel erg mijn stijl. Want hij heeft zo van die... Kijk. Het is precies een vliegtuig. Ik vertel straks later onderweg alles over deze auto. Je ziet er ook een kompas staan. We gaan zo'n beetje richting South. 2000 kilometer. Het is nu zondagmiddag om 12 uur. En ik ben benieuwd wanneer ik in Portugal zal aankomen. Wordt een heel speciale rit. Alleen, eerst even inladen. Oh, wat een zware laadklep. Ga je ook mee? Allee, voilà. Zet je goed? Haha. Ah, tof zin, hè? Love you, babies. Ja, die ben ik echt weg. Ja, ça va. Tadaa. Voilà, we zijn vertrokken richting het zuiden. Oh, nou even heavy-hearted, heavy misselijk, omdat ik weet dat ik mijn baby's ga missen voor een paar dagen. Rustig rijden, helemaal in één stuk aankomen en helemaal in één stuk terugkomen. Dat is de belangrijkste boodschap. Net de eerste pauze, 5 minuten, ik moest gewoon snel plassen. Al een leuk dingetje is, je hebt geen zonnebril nodig, want het raam is heel klein en je zit zo wat beschermd van zo de zon. Zo. Dat is wel een toffe. Oké, de engine is overheating en ik moest onmiddellijk stoppen. Wat ik nu gedaan is verschrikkelijk lawaai aan het maken. Ik denk dat misschien iets te snel treed ermee, 130 de hele tijd, geen idee. Kut, ik haat om langs de snelweg te staan. De engine is overheating. Ik moest onmiddellijk stoppen, er kwam geen kracht meer uit en ik stond echt midden in een levensgevaarlijke bocht. Wat taf. Ik ben 3 uur aan het rijden. Joy, hoor de motor. Ik vraag me wel af wat ik nu moet doen. Ik sta nu over Parijs, 3 uur gereden. Ik moet dus nog 17 uur rijden. Wat gaan we doen en wat gaan we doen? Engine temperature high. Daarnet was hem gezakt, maar ik kon dus nog altijd niet echt goed voorrijden. Dus even kijken als het hem goed gekoeld is, of wat hem meer kan rijden. Een update. De auto blijft heet, warm. Dus ik heb gebeld met de wegverhelping, ze komen hem halen. Maar goed. Ja, die gaan de vervangwagen regelen. En dan kan ik daarmee verder naar Portugal. Het plan om hier een review te doen, om deze gang te uitstellen. Ik hoop dat ik een groot genoeg vervangwagen krijg om al mijn spullen mee te pakken. Tu trouves pas grave quand je filme? Non, t'inquiète, ouais, pas de problème. On est déjà tombé sur des youtubeurs. Un youtubeur. Hein. Vous êtes youtubeur aussi? Ah, non, je suis pas youtubeur, mais on est déjà tombé, j'ai déjà dépanné des youtubeurs. Ah oui! Allez, d'accord, attends, on a envie de vous juste meegepakt, les 100 000. Ik ben hier ondertussen gedepaneerd. Ik heb gebeld met de assistants van Ineos en ze kunnen op zondag geen auto fixen omdat de partners als ze mee samenwerken niet werken op zondag. Maar ik mag zelf een auto proberen te zoeken. Samir gaat me helpen. En dan hopelijk vind ik snel iets en kan ik snel weer verder. Voilà, we zijn een beetje verder in de regio Essonne. Het is wel heel mooi, allemaal paarden. Ik probeer weer iets bij voor het grappige was trouwens dat de mevrouw aan de telefoon, toen ik zei welk merk het was, zei dat is geen automerk. Ik zeg, ja, dat is wel een automerk. Nee, ik zeg, welk? Ik zeg, Ineos, ik ken dat niet. Ik zeg, ja, dat is geen Vatuur, zegt ze. Ik zeg, ja, dat is wel een auto. En de depaneur Samir zei ook dat er nog nooit dat merk was gezien. Voilà, vooral de meeste zo. Jammer dat op deze manier. Even zeggen, Sandra, ik heb net 5 liter water in de koelvloeistofbak gegoten, dus die was empty. En hier zit iets los. En deze zat hier zo, zie je?
Die zit er niet aan. Dus ik denk dat die hier op moet. Het is ook zo, maar dat klikt of zo niet. Ik weet het niet. Heel goed. Ik heb het probleem gevonden. Ik heb het probleem gevonden bij een auto. Elena de Skans, die in mijn groepje autoliefhebbers, daar wordt er net nog wel bijgestaan, maar er was gewoon een kabel losgekomen waardoor alle koelvloeistof eigenlijk gewoon wegliep. En ja, dan komt er een probleem natuurlijk. Samir hier van de panage, ik zei van kijk, deze kabel is los, ik heb geholpen om die clip weer vast te steken. Ik had er 5 liter water in gedaan, we hebben dat water er allemaal laten uitgaan, nu weer echte koelvloeistof in. Dus ja, ik kan verder in feite. Het enige jammer is natuurlijk, het is nu 6 uur, 4 uur verloren. En met dat was zo lang moet rijden, stuur dan een plan om misschien de warmte te krijgen. Dat is aan te doen. C'est terminé, ça? Non. Ah, je vois le... Ouais, c'est parfait. Impeccable. Génial. C'est bon. Ici aussi. Eh ben, parfait. Ouais. Le cas roulé. Voilà. Merci beaucoup, ouais, Samir. Merci. Je vais t'ouvrir comme ça, je te libère. Ça va, parfait. Allez, passe une bonne route. Au revoir, merci. Aloha. Het is momenteel 21:46. Ik ben 1 uur voor Bordeaux ofzo. Veel te weinig gereden vandaag, maar we weten dat het komt. Hè. Ik heb net getankt. Ik ga nu even snel een dubbel check doen. Ja, die kabel is nog altijd verbonden. Hij zuipt nogal, amai. Momenteel 1 uur s'nachts. Ik ben net de grens met Spanje overgegaan. Ik denk dat ik even ga doordoen, ik heb net een koffie gepakt. Ik denk dat ik even ga doordoen, kijken hoe lang dat gaat. En dan even langs de kant van de weg zitten en misschien een beetje slapen in de auto. Het is 3 uur s'nachts, 3:15. Ik sta aan Burgos en ik ga nu een dutje doen, want ik kan niet meer. 3 uur slapen, dat ga ik proberen te doen. Straks. Goedemorgen. Slechte nacht gehad. We hebben ondertussen alweer 1 uur gereden. Ik heb 3 uur proberen te slapen. Maar het was koud. De buitentemperatuur is 3 graden, dus dat is echt niet warm en we moeten de auto heel snel koud worden. Grappig, als je weet wat er overheid is geweest vandaag. Het is nog 5 uur rijden. Nog 500 kilometer. What the fuck? Nog 3 uur te gaan. Ik sta op een boogschut van Portugal te tanken voor de, ik denk, 4e keer. Want hij zuipt natuurlijk wel. 15 liter diesel per 100 kilometer, dat is niet weinig. We zijn er bijna, eindelijk. Man. Ik heb nog gestopt in de plantenwinkel omdat we een plant nodig hadden. Dus ik kon er eigenlijk al geweest zijn, maar we gaan aankomen. Het zal 1 uur Belgische tijd zijn. We vertrokken gisteren om 11 uur, dus 26 uur later. En het is hier nu in Portugal 12 uur, dus dat is een uur verschil. Ik heb onmiddellijk een aantal meetings, maar ik denk dat ik vanavond niet te laat in bed zal gaan. Ha! We zijn er! We made it! En er staat iemand voor mijn poort die in deze zwembad aan het kruisen is. Hi. Het is zo fijn om hier thuis te komen. En wat het zaligste is, er hangt hier een geur, hè.
Dit huis heeft een geur, een prachtig zalige geur. Al ben er verliefd op. Blij dat ik hier ben, maar wel spijtig dat ik er alleen ben. Ik heb wat nieuwe dingen mee. Hier is hier dan zo gaan zetten. Ik heb ook een nieuwe tapijt nodig hier. Het weer is niet fantastisch voor het moment. Dat kon nog wel beter. Ik heb heel de middag gewerkt. En nu wil ik gewoon, ik moet naar de winkel, maar ik dacht van ik ga eerst even een stukje offroaden. Ik kan al de hele tijd niet wachten om deze wagen op die paardjes te brengen dat ik soms met mijn Defender ga rijden. Nice! Daar de baai, daar de ocean. Life is good, the weather not so very good. Ik heb hier een slijkweg. Ik vraag me af wat ik moet doen of dat het slim is om hier door te rijden en welke functies ik moet aanzetten. Dat. Vlotjes. Vlotjes erdoor. Ik heb net daar gereden. Ik ga meteen goed lopen. Maar waar moet ik nu, hè? Dat is het speelparcours van de offroaders. Very nice, maar waar gaan we naartoe? Ik zal zeggen, ik ga die richting uit. En nu, hè? Nice. Dit is het dus, hè. Hier verdient deze wagen. Ja, zo zit het vast, hè. Dus nu zit ik effectief Sorry, vast. Dat begrijp ik niet. En nu weet ik niet wat ik moet doen. Rustig blijven, waarom moet ik ramen dicht dat het niet nat gespetterd wordt? Ik ben achteruit gaan. Achteruit. Fuck. Voilà, ik heb mezelf in de miserie gewerkt. Again. Haal wel zich dus.
Ja, ook, ik zit te vast met mijn 4x4 aan de modder. Is dat? Ja. En, ja, maar dat staat in een pick-up, dat heet. Jot. Had dat zo die lock differential, maar ik heb er nog nooit mee gewerkt. Hoe marcheert dat dan, ze normaal mollen? Op die pick-up heet het differentieel, van voor en van achter. Ja, ja, differential, front en rear, wat moet dan heen? En de LED in de rear diff-lock button will light up. If the vehicle is stationary when you press the rear diff-lock button, the LED on the button will start to flash. Dat zijn goeie, normaal zien, alleen. Ja, kan hem achteruit, en achteruit, dan stek hem in nu. Wacht, hè. Maar ik zet hier nu lekker een slik boer. Oh my god, hè. Heb je al gehad? En achteruit wel, maar kwam ik heel achteruit aan het gaan. Ik zei dat ik hier zo'n beetje aan een B-kant erin ben of zo, dat ik niet zie liggen of zo. Ik kan het een keer proberen. Merci, hè. Maar ik had die pak. Ja, ik had die pak, moet wel blijven houden hier. Ja, dat is waar. Wat je ook kunt doen, als je niets doet, dan ben ik vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. Ja. Het is er nog eens aan het regelen ook. Ik had met Lennon gebeld, ik had ondertussen wel spoedcursus, lage versnellingen, sperdifferentieel gehad. Dus daarvoor moet je het doen, hè. Om zo'n dingen te leren. De vrouw is mij alweer aan het haten omdat ik zo'n domme dingen doe. Ik ben ook achteruit beginnen gaan, dus ik had ineens weer grip. Gewoon omdat mijn differentiëlen vaststonden. Maar ik ben hier zo wat achteruit aan het gaan en hier is zo echt super plasserig. En ik was bang dat ik hier in een of andere vijver zou terechtkomen ofzo. Dus dat was het enige wel dat ik dan toch gestopt ben met achteruit te gaan. Ah! De hulp gaat nog even wegzetten, dus er zit niets anders op dan mijn auto achter te laten. Ik ga hem sluiten. Nou, tuterke. Nou, ik heb wel echt veel bijgeleerd over sperdifferentieel, etc. Oh, why do people always get themselves in such trouble? De reden dat ik met mijn Defender nog niet heb zwaar geoffroad is omdat ik weet dat dit soort dingen kunnen gebeuren als je offroad. En ik heb mijn tijd verliest dat je iemand op mijn kapot haalt. Maar dit is een offroad monster en ik dacht van ik moet het proberen, dus ik ben hier een offroad padje gegaan. Niet eens super ver, ik ben teruggekeerd omdat ik dacht van daar wordt veel te sketchy. Dat kan ik niet aan, ik heb niet getraind, er is niemand mee die het kan. Ik is gewoon teruggekeerd door dezelfde motorplas als ik gekomen was. Maar helaas niet gelukt om super lang te zoeken om die low range en die sperdifferentieel loktoestand dingen te vinden. Voor de mensen die weten wat dat is, je snapt wat ik bedoel. Het was niet evident om ze erin te krijgen, want het is uiteindelijk gelukt. Lennon, de scams, heeft mij opnieuw zitten helpen. Van op afstand. En dan ineens, inderdaad, met die differentiële gelokt, was ik achteruit aan het gaan. Maar ik keek achteruit en ik zag er zo... Het ging zo wat bergaf en het was moerassen. En ik dacht van, is het niet waar dat er zo... Weet wel, een vijvertje onder die planting zit of zo. Dat dan helemaal wegdrijft of wegzinkt, dat zou ik wel helemaal niet zitten. Dus ik stop. Ik had niet mogen stoppen, want een keer dat je tractie hebt, moet je blijven gaan. Hè. Lenne zei het ook. En vanaf dan heb ik nog 100.000 keer geprobeerd, maar ik zat veel te diep in de botermodder. Vast, stuk, vast. Het is gelukkig echt niet ver van ons huis. Ik ben 10 minuten aan het wandelen, ik ben er. Voilà, dus... We gaan hulp zoeken en misschien morgen de auto gaan terughalen. Ik heb mijn fiets mee in de pick-up truck van achter, dus ik heb vervoer ook zelfs nog. Maar ik ging nog boodschappen doen vanavond in de stad. Het zullen boodschappen worden in het dorp. Maakt niet uit. Oké, ik ben bezig met de montage en ik merk dat er een paar dingen tekort zijn. Dus, wat is er gebeurd? Ik ben terug naar huis gewandeld. S'avonds met de fiets boodschappen gedaan in het dorp. En ik toonde een foto van de situatie aan de mensen in het winkeltje Graciet. En vroeg in mijn beste Portugees of ze iemand wisten die mij kon helpen. Want ik wist dat ik pas de dag nadien hulp ging hebben. Misschien. En zei ze, ja, ga eens in het café binnen. Ondertussen in het café binnen geweest. En daar ja, werd er dan... Ja, waren er wel mensen enthousiast. Ze hebben iemand opgebeld. En zo ze hebben dan, ben ik mee geweest met twee kerels met een jeep.
dat ik van haar nog pluimen kende. Twee gasten die direct zotte mannen. En zijn we naar helemaal de donkere in dat stuk gereden, ja, een kilometer of twee. Midden van de avond, het was niet midden van de nacht, maar het is echt een afgelegen gebied. En met twee mensen dat je niet kent, het was wel scary. En this is where the story nu verder gaat. Ja. Je ging eens aan het tellen, maar hoe moet je super grappig. Allee, niet echt super grappig, maar die zaten instant, maar echt instant vast, die twee. Zoals je kon zien. Ik heb die helpen eruit duwen, maar het ging niet. Ik dacht van, my god. En dan keek ik naar die Egyptische banden, dat waren gladde banden. Ik dacht van, wat een idee ook om met die auto mij proberen te komen redden. Dus na een uur proberen om zijn auto gewoon nog maar weer los te krijgen, hebben we beslist, dit lukt niet. Ze waren ondertussen aan het bellen in het Portugees. Mijn vrienden begrepen er af en toe een klein beetje van, maar het kwam erop neer dat ze geen tractor konden fixen. Of toch niet meteen. Dus wij weer terug beginnen wandelen door de gietende regen. Een paar mooie vuursalamanders gezien trouwens. En het moment dat we bijna terug bij het dorp zijn, komt een tractor toe. En hebben we redding, denk ik toch. En we springen achterin in een bak van die tractor. Er rijdt iemand ook mee. Dus we zijn ondertussen al wat, met wat meer mensen. Tractor. Ja, een tractor in Londen. Dus jullie horen mij even uitleg geven. Mijn auto staat nog steeds vast daar. Deze kwam mij helpen. De lokale mensen was wel hier. Maar ja, die heeft zo van die gladde banden, dus dat lukt nooit. En nu hebben we een tractor. Eindelijk. Dat hadden we moeten aan het begin hebben. We hebben die kerel uit zijn bed gebeld. En hopelijk raken we er nu uit. Zo zit de tractor ook vast. Ik heb het gevoel dat de tractor ook aan het vastgeraken is. Dat is echt... Ja. Vai! Vai! Dat mogen we wegdoen. De tractor gaat nu proberen, die rijdt daar om boven, die gaat proberen via de hele andere kant mijn auto te bereiken. Oh, ik heb ook zin, man. Maar de jeep is eruit, dat is het belangrijkste. Wat een avontuur. Ondertussen leer ik Portugese mensen kennen, leer ik ook Portugese woordjes bij. Perfect avontuur. Toen die jeep van mijn nieuwe vrienden er ondertussen uit was, dacht ik van, het is goed jongens, ga allemaal naar huis. Je moet deze moeite niet doen, we gaan morgen wel kijken of we de mijnen eruit te halen. Maar de mensen stonden er precies op van, dit is echt niet oké dat deze auto hier staat.
want hier zitten de dieven s'nachts waarschijnlijk. En ik dacht van, dieven, whatever, die auto zit vast, die gaan die toch niet kunnen meepakken. Maar goed, die hebben toch de moeite gedaan, dus die hebben helemaal rondgereden. Maar dus ook via het pad dat ik gestopt ben, omdat ik het daar te gevaarlijk vond. Dus die zijn via dat gevaarlijk pad gekomen. We zijn beginnen wandelen om hem te gaan zoeken, dat we hem zijn gekomen en dan begeleiden, heel traag. En dan zijn ze begonnen aan mijn reddingsactie uiteindelijk, want hij was er geraakt. Het was niet evident, we hebben echt wel moeten manoeuvreren. Ik vind het jammer dat ik niet kon filmen, maar die zaten daar te roepen op mij. Marche de vagar, dat moest trager. Maar ik wou niet hard of traag doen, dat was gewoon, ja, ik heb echt weinig ervaring. Die zat maar te roepen, maar positief, hè. Dus wat, uiteindelijk is het gelukt, iedereen plat van het lachen. Het was heel tof. En dan moesten we nog samen het gevaarlijke pad dat ik niet durfde pakken en waarvoor ik teruggekeerd ben, hebben we nog het gevaarlijke pad moeten pakken samen. Uiteindelijk was ik er dan uit en hier pikken we weer verder in. Ik ben eruit. Ik had echt niet gedacht dat ik er nog ging uitraken vannacht. Ik ben zo happy. Maar fuck, wat een avontuur was dat. En zoveel mensen dat mij komen helpen zijn. Ongelooflijk. Waanzin. Echt goede vrienden gemaakt in Salier. Oh, en ik ben kapot ook. Echt kapot. Jongen, wat is dat? Dat is een wandel eigenlijk. Hé? Als je een 4x4 zit. Daar draag je nooit zonder. Is dat het ding? Ja, mannetjes, het was een avontuur, hè, vindt. God, ze worden nog maar veel foto's hebben duur. Zo, proeven zijn van onder niks, hè. Ja, pees het. En Je ziet er je hand nog hè. Ja, dat is dat. Oké, het is de day after. Still very dirty car. Ik heb net iets gekocht om te eten. Voor €2,35 heb ik 5 pistolets, een pastel de nata, een mandarijn en een appel. €2,35. Ik moet gaan tanken. De benzine de diesel staat hier even duur als een melk, dus dat is hetzelfde. Ik kan nu de auto gaan wassen, echt verschrikkelijk vuil. Goeie nacht gehad. Top. En ondertussen ook de wagen kuisen. Dat is echt verschrikkelijk voor een moment. My god. Vlakbij, zeer veranderlijk hier. Ik moet hier nooit zwemmen en fuck, het is dan wild, man. Gewoon wolven soms. Daar, het verder is Nazaré, het Portoons huis is daar. Het is hier gelukkig zeer gezellig binnen, want buiten is het echt om te huilen. Ha. Je kunt de zee zelfs niet eens zien vandaag. We hopen dat het nog wat beter wordt, hè? Nog steeds niet het allerbeste weer in Portugal. Maar het is goede temperatuur om te lopen. Privileged om helemaal alleen op het strand te kunnen lopen. Mooi, echt privileged. Ondertussen wat aantekken over ideeën. Get the inspiration flowing.
Ik ben net van daaruit gekomen, daarachter is de veilige baai en als je door de tunnel komt, dan ben je hier. Het is app, gelukkig, want de vorige keer als ik hier mee reed en William was als vloed, dan moesten we daar binnen blijven staan omdat de golven tot hier kwamen. Daar gewandeld, maar er is hier onlangs weer een heel stuk berg naar beneden gekomen. De erosie is real. Hoeveel regen uiteraard. Zot. Ik vraag me af, er staan een paar huizen boven. Hoe lang dat die nog gaan blijven staan? En zo is het alweer tijd om afscheid te nemen. Oh, het gaat zo snel, het gaat zo snel, het gaat zo snel. Niet te doen. Maar kijk. Terug naar België. Met de Ineos. Pick-up. Als ik iets moet zeggen over pick-up trucks, is dat ik altijd dacht dat die bak achteraan dat dat precies klein was, maar dat is eigenlijk, kan er best veel in. En ten tweede is eigenlijk ook echt super handig. Allee, je moest bloemzak, bloemwaarde halen, planten kopen, fiets, maar je gooit er gewoon allemaal in. Je afval ook thuis, je gooit er gewoon allemaal in en je auto binnenin wordt niet vuil, gewoon achteraan. Dus dat was wel een fijne openbaring. Dus ik snap ergens nu wel het punt van pick-ups. Voorbij. Van één ding heb ik wel spijt. Ik heb geen drone shot kunnen pakken van de wagen. Omdat heel veel wind hier is in Salier. Jammer, jammer. Want het ging echt een super mooie beeld zijn. Ik ben ondertussen goed op de terugweg van Salier du Porto richting België. Ik ben momenteel bijna 3 uur aan het rijden. 2,5. En 285 kilometer afgelegd. Er is de hele tijd achter mij met al een oude Defender aan het volgen. Ook met een laadbak, maar van hem is hij overkapte laadbak. En het grappige van deze wagen is eigenlijk ontstaan als reactie op het feit dat er geen oude Defender meer gemaakt wordt. Dus de Defender waar ik mee rijd, de nieuwe Defender, is dus een nieuwe Defender. En het oude model is verdwenen. En het grappige is, Jim Radcliffe, dat is de baas van Ineos, van het petrochemie concern, een van de rijkste mannen van UK, was er nogal kwaad om. En hij zei van, omdat hij nog een offroader is, een avontuurlijke man, hij is nu 70, hij heeft 10 jaar geleden heeft hij nog de marathon met samen gelopen. Hij heeft al heel veel polexpedities gedaan en zo. En hij vroeg aan Jaguar Land Rover van, ja, mag ik jullie gerief overkopen om zelf verder de Defender te bouwen? Jaguar Land Rover heeft dat geweigerd en dus heeft hij dan maar beslist om zelf in te bouwen in samenwerking met BMW. Dus er zit een BMW motor in. En Magna, dat is een bedrijf die heel veel doet voor Mercedes onder andere, die een Formatic systeem heeft uitgevonden, ontwikkeld, laat mij zo zeggen. En zo heeft hij de Ineos Grenadier gebouwd. De naam Grenadier komt van een pub in Londen. Een bekende pub, eigenlijk een pub waar vooral rijke mensen komen. Prins William is er al geweest. Een elite pub die de Grenadier noemt. Ik heb gezien dat de Grenadier pub ondertussen ook eigendom is van Ineos. Maar daar, Jim Radcliffe kwam er dus ook. En dus vandaar de Grenadier, dat is de naam van deze wagen. Ik ga in totaal meer dan 4000 kilometer hebben afgelegd in deze wagen. Ik ga heel wat avonturen beleefd hebben zoals jullie konden zien. Hij is niet flawless, maar... wie is flawless in het leven? Dus ik ben ook niet flawless. En dat zijn de dingen die ervoor zorgen dat een auto karakter heeft, dat je verliefd op kunt worden. En ik had niet gedacht het nog te zeggen, maar het is de eerste keer dat ik echt een offroader heb. En ik ben er wel echt verliefd op geworden eigenlijk. Op het gegeven van een offroader, op het gegeven van een pick-up truck. Ik rij met een Defender en als je het vergelijkt met Defender is echt een luxe paard. En deze kan ook wel echt iets. Ja, de smaak wel te pakken van dat 4x4, dat ik ook weet hoe het werkt en zo, low range, al die stuff, wil je zo wel de wereld verkennen met deze wagen. Dat hij is gebouwd, zo die robuustheid, die knoppen, het feit dat je precies in een vliegmachine zit. Er zijn ook allemaal knoppen boven die eigenlijk bedoeld zijn, want je kunt er buiten van de wagen van alles aansluiten. En die dingen zitten allemaal klaar. Die knoppen zijn ook gemakkelijk om te bedienen. Zitten goed. Is niet genuanceerd de auto wel. Als je muziek luistert, 7 is te stil, 8 is veel te luid, dus er zit zo geen middelmaat in.
Als je op reserve staat, is zo'n zware geluid zo dat je op reserve staat, tanken nodig. En je hebt nog 150 km om te tanken. Het is een beetje een drama queen ook ergens deze wagen. Maar I love it. I really love it. Het draaicirkel van de wagen is ook waanzinnig slecht. Klein detail ook nog. Je hebt een tutor waar er een gewone klakson in het midden. En dan heb je nog een klein rood klaksonnetje waar er een wielrenner een fietsje op staat. En dat is bedoeld om fietsers te waarschuwen. Komt het omdat ze een wielerploeg hebben in de Ineos Grenadiers? Ik weet het niet. Maar ik vind het wel een grappig detail, leuk detail. Want ik vind het ook altijd moeilijk als ik fietsers wil waarschuwen met een gewone klakson. Dat is echt waanzinnig luid. Ik hoop dat de klank trouwens echt goed genoeg is, want dit is een luide wagen wel. Het pakt veel wind, de motor is luid. Alhoewel ik 4000 km snelweg kilometers ga afgelegd hebben. Ze zijn veel comfortabeler dan ik had gedacht, maar hij trilt uiteraard wel veel meer dan mijn Defender. Of laat staan een BMW 520 of iets te zeggen die echt heel snel weggemaakt zijn. Maar dan ook, cool, heel goed. Amai, het is een heel lange nacht geweest. Heel lange dag. We zijn om 3 uur vertrokken, 20 na 3 vertrokken en het is nu 20 na 3. Het is 24 uur later, eigenlijk 23 uur, want er is nu een verschil. Hè. 23 uur over. Topwagen, geen enkel probleem mee gehad in terugkeren, dus het was gewoon losgekoppelde buis. Slang in toren aan die met wat problemen. Laatste rit richting Brussel, richting Ineos. Ik moet hem afgeven, ik heb er heel veel spijt van. Ik heb het al gezegd, ik ben wat verliefd geworden op deze wagen. Een soort van Stockholm-syndroom misschien, dat de auto mij zoveel heeft laten meemaken. Dat ik er heel fond op ben geworden. Ik denk het grootste verschil met de meeste wagens dat ik al mee gereden heb, is dat je bij deze wagen nog echt eens voelt hoe zwaar een auto eigenlijk weegt. Mijn Defender is een heel zware auto, dat weet ik, maar als je daarmee rijdt, je voelt dat niet. Dat is zo licht, de sturing, je krijgt zoveel hulp. En bij deze moet je zo echt nog wat werken en het doet je wel even weer nadenken van met welke gevaartes dat wij soms op baan zijn. Omdat je dat gewoon niet meer voelt. En bij deze voelt je dat echt. Het is echt een chunky car. Dus dat is wat verschil dat je zo echt... Het is echt autorijden wel weer, een stuk. En dat is wel cool. De draaicirkel van deze auto is waanzinnig slecht. De hoogte van deze auto is waanzinnig slecht. Trouwens, hier kan je in de andere modellen kan je ook kiezen voor een dakraampje. Dat zou ik wel doen, want ik denk dat dat echt leuk is. Maar goed, ik had het dus over draaicirkel. Ik sta hier nu geparkeerd op de parking van de Leize. Ik moet naar daar. En ik ga je vertellen, ik ga dat niet halen als ik dat in één keer doe. Zie je, je moet altijd een achteruit. Hoeveel keer dat ik in een parking ga proberen rijden met deze wagen de afgelopen dagen. En dat ik dacht van, allee, dat ik daar nu niet in raak. Ongelooflijk. Waanzinnig grote draaicirkel. Oh. En hard sturen. En ten tweede, dus de hoogte 2,5 meter. Stel nu dat ik deze wagen interesse zou hebben in deze wagen, wat ik ergens wel heb. Dan heb ik een probleem om te parkeren. Haal ik het hier? Ja, ik haal het. Want onze parking op de Veemarkt is maar 2 meter hoogte en deze is 2,5 meter. Dus. Voilà, dat was de vlog. Ik heb weer, oh, jongens, toch geen eindbeeld gemaakt. Sorry dat ik geen dronebeelden had, dat ging echt prachtig geweest. En, ik wou gewoon nog zeggen, topwagen. Ik hoop dat ik de stationwagen ook mag testen. Alleen de versie die dicht is, geen pick-up truck. Ik vind design-wise echt een knappe wagen in Ineos. En eigenlijk van binnen van buiten en ook dat hem rijdt en zo. Ik zeg het, ik heb de liefde al verklaard. En zo zet u mind de ene dag bij een Hongqi, rijdt je met een Defender en ga er verder naar de Ineos. En dat is het leuke aan car reviews doen, dat je al die verschillende indrukken kunt meemaken. Bedankt voor het kijken. Bedankt om te kijken. Stoom en slaan, dat je zet.